denk dat je als de mensheid toch altijd de vraag hebt van waar komen wij vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is onze plaats in het heelal? Is er leven elders in het heelal? Wij zijn maar een heel klein zandkorreltje, onze aarde, in een heel erg groot heelal waar we doorheen vliegen. Zijn wij de enige planeet met leven hier in onze Melkweg of zouden er ook andere kunnen zijn? Om die vraag te beantwoorden moet je dus in eerste instantie kijken van hoe die planeten gevormd worden en welk materiaal daarbij aanwezig is. Ik onderzoek hoe sterren zoals onze eigen zon en planeten zoals onze eigen aarde, hoe die gevormd worden. En dan bijzonder wat het chemische materiaal is wat daarbij aanwezig is. Dus ja, we beginnen al stapje bij stapje dichterbij te komen om een aantal van die grote vragen te beantwoorden. Ik kom uit een medische familie en het lag eigenlijk in de lijn der verwachting dat ik ook de medische kant op zou gaan. Dat zie je ook al op mijn geboortekaartje, een kleine baby die met een stethoscoop op naar het universiteitsgebouw kruipt. Dat is niet zo gelopen. Uiteindelijk bleek mijn hart toch meer bij de harde beta kant te liggen. De sterrenkunde wist ik toen nog niks van. Dat is eigenlijk gekomen door mijn toenmalige vriend en huidige echtgenoot. Die sterrenkunde studeerde en die mij eigenlijk bekend maakte met de sterrenkunde. En die op een gegeven moment toen tegen mij zei van, hey, is scheikunde in de ruimte niet iets voor jou? We wisten niet precies hoe het verder zou gaan. We wisten wel allebei dat we wetenschap doen heel erg leuk vonden. En we zijn op dezelfde middag gepromoveerd hier in Leiden. Dat was heel leuk. Ik werk typisch 7 dagen per week, ook de meeste avonden daarvan. En dat is dan een mix van onderwijs, onderzoek, ook veel management. Iedere werkweek is weer anders. De enige week zit ik in Chili, de andere week zit ik in München, de volgende week zit ik in Leiden. ALMA is een project wat zal bestaan uiteindelijk uit zo'n 66 telescopen die op een hoogvlakte worden gebouwd op het drielandenpunt tussen Chili, Argentinië en Bolivie. ALMA in het Spaans betekent ziel en ik denk dat ik ook wel zelf een klein beetje van mijn ziel aan ALMA heb verkocht. Met ALMA proberen wij eigenlijk de gebieden waarin we denken dat op dit moment nieuwe planeten worden geboren in kaart te brengen. En dan vooral hun chemische samenstelling. Met mijn prijs hoop ik meer jonge onderzoekers aan te stellen om vooral dus met die nieuwe ALMA-telescoop de gegevens te kunnen verwerken. Waarmee we dan samen zeg maar het onderzoek doen om die grote vragen die we hebben om die te beantwoorden. En ze stimuleert heel veel jongelui om ook het onderzoek te doen. En ze is gewoon heel enthousiast over al die diepe vragen die het heelal ons voorschot. Er is al eeuwenlang gespeculeerd dat er planeten rond andere sterren zouden zijn. Maar het is pas in de laatste 15 jaar dat dat echt bewezen is. Dus ik verwacht toch wel dat er ergens in onze Melkweg nog wel een tweelingbroertje of tweelingzusje is van onze aarde.